Ik ga zo eens even lekker mijn vleugels uitslaan. Ik ga fietsen op de Venbaan. En dat is een oude spoorrails die helemaal is omgeturnd tot fietspad. Ging toch zo'n goed idee? Hey Danny, goedemorgen. Hallo. We gaan lekker fietsen, hè? Ja, vandaag is de dag van fietsen. Oh, dit is al helemaal het puntensysteem, of knooppuntensysteem heet het, hè? Klopt, klopt. Dat is het knooppuntensysteem waar ook de Ravelroutes en de zogenoemde Venbaan erop zit ook. En die is 125 kilometer lang. We zullen een stukje ervan fietsen vandaag. Niet en, helemaal. Daar heb je een goed idee ervan hoe dat eruit ziet. Ja, het is een mooi systeem om de weg in ieder geval nooit kwijt te raken. Juist, dat klopt. Dat is het best functionele systeem, ja. Je mag me meenemen. Oké. Gaan we? Ja, gaan we. Prima. Leuk. Ik volg. Ja. Hoe lang geleden was de spoorbaan nog actief hier? Tot de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk. Het is ontstaan door de Duitsers, tijd van de Pruisen. Maar met de Tweede Wereldoorlog was het gedaan. Toen waren de bruggen gebombardeerd en ze zijn nooit weer opgebouwd. Nee, nou, dat is wel mooi, want nu hebben wij een lekker fietspad. Ja. Toch? Ja, dat is het voordeel. Dit is wel echt lekker fietsen ook, hè? Met de kinderen, dat er helemaal geen ander verkeer is. Ja, dat is het. Je hebt in Wallonië meer dan 1300 kilometer fietspad op oude spoorweglijnen. Wauw. Dus echt gemakkelijk fietsen, veilig fietsen. Ja. En het is voor iedereen, hè? Voor en zo mooi! En... Zo'n e-bike is dan ook wel ideaal, hè? Als je eventjes omhoog moet. Maar daardoor is ook iedereen geschikt om dit te doen. Als je... Absoluut. Die Ravelroute, zoals de Venbaan, dat is voor iedereen. Voor jong en jong gebleven mensen. Jong gebleven, dat zeg je mooi. Ja. Wat ook leuk is in Wallonië, is het 176 kilometer lange mountainbike parcours. De Stoneman Arduena. Voor de echte mountainbike liefhebber een aanrader.